Hallo, Ronald en Jan hier. Hallo, hi. Ronald. Sorry, wat doe je? Mag ik gewoon Corrie zeggen? Ja hoor, je mag gewoon Corrie zeggen. Oké, dankjewel. Dat vind ik wel heel gezellig. Dus Corrie, dit is de badkamer. Dit is mijn badkamer, ja. Oké, en wat was uw probleem? Nou, mijn probleem is die tegels die zo gooi worden. En omdat ze los liggen, is het heel moeilijk schoon te maken. Dat was zeker heel moeilijk om schoon te maken. De enige oplossing, wat ik zou kunnen zeggen, dat zou zijn steridentabletten in water oplossen. En dan daarmee dit plafondetje schoon zien te maken. Want dit is van dat plaat en dat zit, er zit een laagje op. Dus ik ben bang als ik het met agressieve spul ga doen. Of met een andere tip, tot ik misschien de laag eraf haal. Ja. Ja, en dan gaan we schade krijgen. Dus dat lijkt mij niks. Dus het lijkt mij dan veel beter om dan toch met steridentabletten te gaan proberen. En dan met zo'n powersponsje er even langs gaan. Zo'n powersponsje. Want het is vergeeld ook, hè? Ja, want het is moeilijk om schoon te maken, deze plafond. Zullen we dat even uitproberen? Dan kunnen we zeker eventjes uitproberen. Oh, graag. Wat doet u nou? Nou, ik heb hier nou dus bruistabletten voor een kunstgebit reinigen heb ik erin gedaan. Die heb ik nu op laten lossen. En dan heb je echt een stevig sopje. Ja. Maar als je het vergelijkt met dit hier, dan zie je toch dat dit witte gaat worden, zie je? Ja, ik zie het, ja. Inderdaad. Maar het is een hele klus, Corrie. Dat is echt, als ik het mag zeggen. Maar trouwens, we zijn toch bezig met kunstgebit bruistabletten. Als u uw douchegordijn wil wassen, dan doet u ze gewoon in de wasmachine. Ja. Dezelfde twee tabletjes erbij. En dan laten wassen en dan daarna met azijn in de spoelwater. En dan worden ze ook weer heel mooi schoon. Ja, is die nou van kunststof, Corrie, dan kan je het beter met een vaatwastablet in je wasmachine doen. Ja. Want dan haal je al die aanslag van de douche, van vet en aanslag van water. Die haal je mee af, wordt het weer lekker zacht. En dan in de laatste spoelwater een beetje azijn. Dan slaat het kalk niet zo gauw aan van het douchen. Oké. Zo, kijk. Dat ziet er al een heel stuk beter uit. Kom je nou iedere maand langs? Inktvlekken in stof. Die kan je soms verwijderen met melk. Maar u kunt natuurlijk ook altijd anti-roos shampoo gebruiken. Heel klein beetje, gewoon op je hand, op de vlek. En dan is de inktvlek er ook uit. Sinaasappel op een gladde oppervlakte met de binnenkant van de schil. Even erop smeren en het is eruit.